Leuk dat jullie kijken naar dit Leidse vlog. Joost, het nieuwe jaar. Beste wensen. Jij ook. U ook beste wensen uiteraard. Jullie ook. De beste wensen allemaal. Proost Marleen, gelukkig nieuwjaar. Dankjewel. Fijn jaar. Een heel mooie 2018, hè. Vorige keer zeiden we, we hebben nieuws, gaan we niet vertellen. Ja, ik ga naar 1Vandaag. Ja. Van de NOS naar 1Vandaag. Nee. We hebben wel veel mensen aan mij gevraagd of jij wel bij mij mag blijven. Nee. Ik heb echt loeihard met de AVRO-tros Echt, het was bijna een breekpunt. Maar ik mag met Leenert blijven doorvloggen. Het raadswerk. Ja. Belangrijk werk. Ik denk dat de rest van de stad niet altijd weet wat wij doen. En dus ook niet helemaal kan inschatten hoe belangrijk het is wat wij doen. Zeker. En dan moeten we zo'n ontzettend triest bericht lezen in het Leids Dagblad. Ja. We moeten een beetje medelijden hebben met de raadsleden, las ik in de krant. Ja, ja, ze voelen zich niet gewaardeerd. Ze, dus jij voelt je wel gewaardeerd? Ja, ik wel. 40% voelde geen waardering. Ja. De 60%. Nou, ik voel me heel erg gewaardeerd. Maar ik kan die niet gewaardeerde raadsleden nog niet vinden. Nou, zullen we even gaan kijken, want we zijn bij de PvdA. Daar lopen er vast een paar rond, denk je niet? Ik krijg wel goede waardering. Zeker weten. Ah, ja. Tuurlijk. Er stond ook in de krant dat raadslid zijn een roeping is. Je moet echt een roeping hebben om raadslid te zijn. Nou, dat klopt heel erg. Vinden mensen politiek, lokale politiek, wel interessant genoeg? Nee. Interesse en waardering. Zou het zo kunnen zijn dat ze dat misschien een beetje met elkaar verwarren? Ik werk in Politiek Den Haag, daar is wel heel veel interesse in. En die interesse ook geen waardering. Wordt zelden omgezet in waardering. Ja. Ja. Ik denk een goed raadslid is eigenlijk als een goede verdediger in het voetbal. Die zie je eigenlijk niet. Maar er worden geen tegendoelpunten gescoord. Ik geloof dat Marleen Daam het ook al zei, als je van applaus houdt, moet je gewoon niet de politiek in. Voor applaus moet je bij de toneelvereniging, heb ik heel snel geleerd. Of je moeder bellen. Leuk dat jullie kijken naar dit Leidse vlog. Nog 2 maanden en 9 dagen slapen. 21 maart 2018. De gemeenteraadsverkiezingen. 2 mannen nemen de Leidse regio bij de hand en delen hun enorme kennis. Met deze week de vraag, wat zijn de verkiezingsthema's? Make local great again. Ja, gaan we even alle thema's doornemen. Wonen, betaalbare huur- en koopwoningen is heel lang. Leidse regio moet 30.000 woningen erbij krijgen. Altijd een favoriete onderwerp voor heel veel mensen op verjaardagsfeestjes. Thema 2 voor de verkiezingen. Parkeren. Ching, 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 ching. Betaal parkeren. Werkt het nou in de wijken? Ja of nee? Wordt natuurlijk gewoon... Jij woont in de wijk. Ja, het helpt geen klap. Derde en vierde thema voor de verkiezingen. Groen en duurzaam. De stad moet groen. En moet je heel letterlijk nemen, bijna alle partijen willen meer bomen. Ja, omdat het ook gewoon een van de meest versteende steden van Nederland is. Ja, echt, ja. En dan hebben we de thema's die eigenlijk altijd belangrijk zijn, vooral landelijk. Dit zijn dingen die eigenlijk hele belangrijke gemeentetaken zijn, maar in verkiezingscampagnes eigenlijk heel lastig om beet te pakken. Het onderwerp voor vooral de omliggende gemeenten. Yes. Vermalendijde. Effort. Fusie. Woe. Gaat de Leidse regio fuseren of niet? In Leiden schijnt dat niemand echt te interesseren. Behalve de wethouders, want die houden wel van de groot-Leidse gedachten. Ja. De mensen zelf die denken, maar in de omliggende gemeente... Ja, wordt er volop over gesproken. Ja. Is het verkiezingsthema, denk ik. Hoe gaat het met de vlog in Leiden? Ja, heel goed. Heel, goed? Heel succesvol. Ja? Ja. Kijken er ook mensen naar dit vlog? Ja, echt wel. Je echt? Zal het zien, Xander. Ja? Nadat jij word ik hierop aangesproken? Ja, dat is een carrière sprong voor jou. Ja. Nou, misschien kom ik dan wel eens een keer naar Leiden. Hoe bekend zijn die raadsleden nog? Hoe bekend is die lokale politiek? Niet. Volgen mensen de lokale politiek? Niet. Nee. Nou, vind ik dat we wel een testje moeten doen. Ja. Foto Filippo uit Leidendorp heeft deze voor ons geprint. En hiermee gaan we de straat op, als ik hem eruit krijg. Want ja, wie moesten we kiezen hiervoor? Wow. Gijs Holla. Oh, is dat Gijs Holla? Gijs Holla. We gaan op het terras van voor af en toe kijken of mensen weten wie deze meneer is. Mevrouw? Ja. Ideetje? Nee hoor. Nee? U meneer? Jullie misschien? Ja. Ik wil jullie iets vragen. Hallo, enig idee? Nee. Nee? Nee, hij lacht heel leuk. Maar... Wat zou het zijn eigenlijk? Het is een meneer. Zou het iets met politiek zijn, denk ik? Not a teacher.
Maar weet je wat hij, heeft voor voordeel is? Kaal zijn is een voordeel. Word je sneller herkend als iemand je één keer hebt gezien. En als je Holla eet, dat is wel een naam die, als je die één keer gehoord hebt, dat blijft wel blijven. Ja, dat blijft wel blijven. En welke partij, als je hem zo ziet, denk je? Ja, wat, hoe ziet hij eruit? Ik denk met de achtergrond GroenLinks. Well, look like an engineer, huh? Ja, gewoon een techneut. Techneut? Ja, nou dat zou kunnen. Hij is politicus voor de PvdA. Nee! Ja! Schaam. Ja. Hij lacht leuk. Oh, we hebben iemand die Gijs kent. Ja. Ja, ik ken hem. Ja. Ja. U weet wie dit is? Ja, dat is Gijs Wolle. Ja, de fractievoorzitter van de PvdA in deze fantastische gemeenteraad. Wat je ook nog kan doen op het moment dat je weinig waardering krijgt, om het leen te krijgen, is heel hard roepen dat je de beste bent. Ze kunnen dat moeilijk zelf zeggen, maar ik wel. Ze hebben het hartstikke goed gedaan. Dat doet Mark Rutte ook altijd. Die vindt eigenlijk altijd zijn kabinet is eigenlijk altijd het beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Naar mijn stellige overtuiging was het college 2014-2018 een van de beste, zo niet het allerbeste college dat Leiden ooit heeft gehad. Nee, ik ben niet met hem eens. Misschien niet het beste college ooit. Ja, het beste college ooit denk ik wel, ja. Ja, ooit ook echt. Ja. Ja, het zijn woorden, maar het is wel fijn om te horen. Nee, het is niet heel erg bescheiden, maar ik vind dat ze dat ook verdienen. Ze hebben een hartstikke goed gedaan. Joost, ja. En jij kan het zelf niet zeggen, hè? Ja. Maar ik vind dat je het ontzettend goed doet. Wat? Dit gewoon. Ja? Ja. Oh, wow. Ja, maar ja, weet je wat het is? Maar als er dan iemand is die dan dat heel mooi kan monteren, ja. Dan wordt het het mooiste vlog wat ooit in Leiden is gemaakt. Ik denk dat dit het beste politieke vlog is ooit gemaakt in Leiden. Dat mogen we wel zeggen, toch? Ja, ik denk ook dat echt waar is. Ja, ik denk ook dat. Ja. Maar het is ook tevens het slechtste vlog. Maar ja, het is namelijk de enige vlog. Ja. Ja. Leuk dat jullie kijken naar dit Leidse vlog. Make local great again. 4 maart, het grote Make Local Great Again verkiezingsdebat om 3 uur 's middags bij B+C in de Nieuwstraat in Leiden. Natuurlijk met Joost Vullings. Ja, de bibliotheek dus. En met Leendert, ja, bibliotheek. Ja, ja. En met 6 lijsttrekkers. Ja, dat is wel veel, want wij zijn liever altijd zelf aan het woord. Ja. Ik vind het eigenlijk jammer dat er politici komen. Ja, we kunnen zoveel mogelijk ervoor zorgen dat zij zo min mogelijk praten. Ja, misschien kunnen ze ook gewoon bordjes ophouden met hun mening. Ja, dat is wel. Dus, in ieder geval, zet dat alvast in je agenda. Ja. 4 maart. Gewoon in de bibliotheek in het centrum, hè? Ja. Lijsttrekkersdebat. Ja. Make local great again. Ja. We zijn er.